Werk in de metaal en techniek is zwaar werk. Het is zwaar voor je lichaam, het is zwaar omdat je misschien wisselende diensten hebt. Veel van jullie werken ook in de nacht. En dan is doorwerken tot 68 niet te doen. En daarom vragen wij om een regeling voor zware beroepen. Mensen met zware beroepen moeten eerder kunnen stoppen met werken. Nou, zwaar werk. Ik ben als elektricien in de bouw en er zitten behoorlijke zware dingen bij, zoals zware haspels, noem maar op. Hele dagen bijna op je knieën zitten, dus dat is behoorlijk zwaar werk. Als die regeling zou verdwijnen, wat zou je daarvan vinden? Nou, dat zou goed balen voor ons, want dan ga je het niet redden tot je 67ste. Nou, ik zit in laadpalen voor elektrische auto's, dus ja. Het werken eraan is al zwaar, veel op je knieën. Maar ik heb ook wel laadpalen geplaatst, ja, dat is helemaal zwaar. Moet je die hele paalvak optillen, vastzetten, graven, kabels, ja. Veel aspecten van zwaar werken. Ja. Kijk, de arbeidsomstandigheden zijn wel verbeterd, maar intussen ben ik wel helemaal versleten. Dus voor mij helpt dat niet meer. Maar ik ben nu 65 en die 2 jaar, dat wordt echt moeilijk om dat voor te kunnen houden. Wat vind je ervan dat die regeling gaat verdwijnen als er niks gebeurt? Heel dom. Heel dom. En de regeling is eigenlijk heel te kort. Het is voor een normaal salaris is er eigenlijk, moet je veel te veel bijleggen en je pensioen ervoor halen om nog een beetje te kunnen leven. Want je wil ook een beetje normaal leven hebben. En niet dat je achter de raam zit omdat je elke kwartje om moet draaien.